En aan tafel weer een paar nieuwe kunstenaars. Ik zit hier toch een potje te genieten, mensen. Ik krijg de ene kunstvorm na de andere. Ja, weliswaar voor een heel naar, vervelend onderwerp. Maar de energie die hier hangt, is weldadig. Hè? Dat gewoon iedereen hard aan het werk is. Iedereen alles voor niks doet. Het is een fantastische bijeenkomst. Aan tafel zit Arjen Verhagen en Nico van der Meel. En zij zijn van een... Ik wil zeggen cabaretgezelschap, nee, van een muziekgezelschap Camerata Trajectina. Ja. En wie gaat mij uitleggen wat dat is? Nou, dat is een gezelschap dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met Nederlandse muziek. Wij presenteren ons een beetje als het muzikale geheugen van Nederland, maar dan wel het lange termijn geheugen. Want wij concentreren ons een beetje op 16e en 17e eeuwse muziek. Ja. En dat is bijzonder, want de Nederlandse muziekcultuur was toen heel anders dan in de ons omringende landen. In omringende landen waren kerken, er waren hoven. Bij ons kwam pas bij stadhouder Willem de Vierde een beetje een hofleven op gang. Ja. En wat zei dat voor de muziek? Wat betekende dat voor de muziek? Nou, dat alles in de huiskamer gebeurde. Ah, ja. Dus mensen maakten muziek met elkaar, improviseerden, maakten liedjes op bekende melodieën. En wat voor repertoire spelen jullie, Arjen? Ja, heel veel liederen, want dat was het bijzondere dat iedere burger in Nederland schreef liederen. Ook heel vaak politiek, dus er werd ook flink geageerd. Wat nu een column is of een scherpe satire, werd toen in liedvorm gedaan. Oh ja? In de 80-jarige oorlog werd er zo ontzettend veel geschreven tegen de Spanjaarden. En dat was een manier om het groepsgevoel te krijgen, om mensen samen te binden. En daar zie je dus ook voor ons een soort van kracht van cultuur. Want iedereen mag eraan meedoen en iedereen kan zijn stem laten horen. En iedereen kan de boel samenbinden. Dat ken ik nu eigenlijk alleen nog van in een voetbalstadion. Waar je met z'n allen zingt voor een club. Ja, nou ja, maar in de 80-jarige oorlog werd gezongen. Bij Napoleon werd gezongen. Er werd ontzettend veel gezongen in Nederland. Ja. Is er één bekend lied wat we nu nog kennen? Het Wilhelmus natuurlijk. Ach, het Wilhelmus. Ja. Dat heb ik helemaal vergeten zijn. Ja, van het Wilhelmus. Wilhelmus van Nassau, ja. Ben ik van Duitse bloed. Ja, ik ken het, we kennen het. Maar dan dus opgewekt ook. Oh ja. Nou ja, in ieder geval... Ik wil eigenlijk liever dan met jullie heel lang praten over de muziekgeschiedenis, iets horen. Ja. Jullie gaan iets ten gehoor brengen. We gaan eerst Beaufort doen van Jacob van Eyck. Dat was de stadsbaardier hier in Utrecht. En die speelde ook op zijn blokfluit voor mensen die dat graag wilden horen. En daarna doen we een liedje van Constantijn Huygens dat hij schreef. Want hij zat in een kamp met Frederik Hendrik bij Nijmegen. En zijn vrouw, Suzanne van Baarle, die hij Sterren noemt, die kwam maar niet. En ze had beloofd dat ze zou komen. Dus hij wacht op het nieuw ontmoeten. Nou, wij hebben vandaag elkaar weer voor het eerst gezien na 3 maanden. Dus wij begrijpen dat helemaal. Ach, ja. Willen jullie even gaan tekenen? Voor hoeveel mensen? Namens hoeveel mensen zitten jullie hier? Sowieso hebben wij een groep van zo'n 10 vaste muzikanten. En we hebben een bestuur van 5 mensen. En er hangen nog wat wetenschappers omheen. Dus laten we zeggen... Eerlijk, toch wel, ja, echt wel eerlijk. Zo, laten we zeggen 18 mensen of zo. Oké, dan mag jij gaan tekenen voor 18 mensen. En dan mag jij naar de microfoon gaan. Maar Arjen moet eerst spelen. Oh, Arjen moet eerst spelen. Want ze gaan eerst een instrumentaal. Nou, dan wachten we gewoon. Maakt niet uit, joh. Het is geen televisie, maakt niet uit. En spelen jullie op oude, authentieke instrumenten? Jazeker, ja, absoluut. Ja, behalve mijn stem natuurlijk, die is helemaal hedendaags. Nou, wel authentiek. Hey, en is het jullie beroep? Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Wij zijn allemaal ZZP'ers, dus we hebben allemaal geen inkomen. Ach jee. En al heel lang niet. Neem straks, alles wordt een jaar uitgesteld. Neem straks een broodje bij de uitgang. Ja, oké. Okay. Vraag. Ja. Gaan we doen. Jij hebt al getekend, ja. Heel veel plezier en succes. Bedankt. Thank you.
vergaren, zo haast verstoven met wind en baren. Ei, eigen sterre, die mij van zo verre ziet en niet en ziet. Ei, sterre, waarom en verschijnt gij niet? Verbeiden van uw genaken kost mij het scheiden min bitter maken. Maar stoute sterre die u door zo verre van ontrouw geliet, ontrouwe sterre, gij en meende het niet. In het hoge van 's hemels ronde, straks zegt mijn ogen, gij zijt gevonden. Maar schoonste sterre, die ik van zo verre zon en maan benij. Maar sterre, daarin is er geen als gij. Ik beneden langs dat rijk werren, straks zegt de reden, daar staan geen sterren. Wij van de wetse die ik eens zo verre van den hemel koos, komt ster en maakt de reden redeloos. Ei, aardse sterre die ik eens zo verre van den hemel koos, komt ster en maakt de reden redeloos.